Hello, good morning, how are you? Woohoo! De Olympische Spelen zijn voorbij en bij sommige sporten, ja, ik werd al moe als ik er naar keek. Waar word jij nou echt moe van? Moe van? Van dit soort vragen. Wanneer iets niet zo loopt zoals ze het graag zou willen. Wat is de gekste plek waar je ooit bent wakker geworden? Ja, dat ga ik niet zeggen. Midden in het college, terwijl ik aan de beurt was. Moest presenteren en toen lag ik te slapen. Ja, eigenlijk altijd in mijn eigen bed. Ik heb geen gekke plek. Ja, het was op vakantie. Weet je, dus met z'n allen, met die gasten allemaal. Ga je zuipen, ga je lopen en dan denk je wat gieten tegen te komen. Ja, en op een gegeven moment lig je in een bos. Er was helemaal niet hoe of wat meer. En toen kwam ik wakker en ja, toen lag ze naast me. Nou, dat was wel heel bijzonder, ja. Het was altijd lekker. Wip ontbijt de pleit heette dat vroeger. Ik word altijd wakker naast mijn eigen mannetje. Ja, ik zeg altijd, ik zit in een sprookjeshuwelijk. Ik word iedere dag wakker met een heks naast me. Vanmorgen werd ik wakker. En toen dacht ik dat er een helikopter overkwam. Kijk dan mijn vrouw en mijn vrouw. Die leggen een heel bos om te zagen. Vreselijk. En dan trap ik 10 keer op een nacht trap ik dat die 's morgens geen dikke blauwe benen hebben. Dat is mijn raadsel. Hoe klinkt uw man? En ik heb wel eens oordop en dingen hoor ik hem nog. Word ik helemaal gek. Dan ga ik maar in het logeerbed slapen. Wakker zingen. Wakker worden, wakker worden. Als je nou niet op wil staan, ga ik schreeuwen, heel hard gillen en je met een bezem slaan. Goedemorgen, 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 zonneschijn. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Hallo, wakker worden. Nou, als ik naast jou zou liggen, zou ik de dekens wegtrekken of zo. En dan ga ik eruit en zet ik de koffiepot aan. En dan ga ik heerlijk zitten. Jongens, ik ben back af. Ik ga naar bed.